Beste Vlaardingers, wij komen net terug van een gesprek met de burgemeester. Daar hebben we een aantal veiligheidszaken aan de orde gesteld en dat was weer hard nodig. Maar we hebben ook slecht nieuws voor u. De burgemeester is namelijk niet van plan om nog langer klachten van bewoners via raadsleden aan te horen. U moet zelf maar gaan klagen, zegt zij. En dat doet u natuurlijk al lang. Maar bij deze dus. Blijft u vooral al uw klachten doorsturen aan ons Vlaardingen, maar weet dat de burgemeester niet meer open staat voor meldingen van raadsleden. In maart aanstaande zijn er weer verkiezingen. Als u ons Vlaardingen de grootste maakt, dan gaat u voor het eerst in de geschiedenis van deze stad meemaken dat uw mening en uw klachten wel serieus genomen gaan worden. Tot aan die tijd blijft u uw klachten gewoon aan ons Vlaardingen mailen, maar zet de burgemeester in de cc. Zit u klaar met pen en papier? Haar e-mailadres is annemiek.jetten@vlaardingen.nl. Nog een keer annemiek.jetten@vlaardingen.nl. Dank u wel.